Mijn naam is Rocky Heyekaya. Ik ben de director van Favela Street en eigenlijk de initiatiefnemer van het Favela Street Corsao-programma. Het Favela Street Corsao-programma staat voor het ontwikkelen van de nieuwe generatie rolmodellen met de kracht van straatvoetbal. En dat doen we omdat we geloven heilig in het potentie en het talent van de jongeren, maar dat daar vaak overheen wordt gekeken omdat ze op een bepaalde plek zijn geboren of omdat ze niet de kansen krijgen die de maatschappij ze gunt. En eigenlijk door middel van het straatvoetbal proberen we die talenten en potentie te laten zien en dat ze die ook zelf ontdekken. Het gaat dus niet per se om echt voetballen en een profvoetbalster worden, maar eigenlijk om het organiseren van voetbalactiviteiten voor andere kinderen, jongeren in jouw wijk. En dan leer je eigenlijk allerlei verschillende soorten skills. Communiceren, organiseren, maar ook het samenwerken met andere mensen. Hoe zorg je ervoor dat mensen naar je activiteit komen? En door dat met elkaar te doen in een team, hoop ik dat ze succeservaringen hebben en elkaar zichzelf beter leren kennen, maar ook, ook voelen dat het fijn is om iets voor een ander te doen. We zijn hier vandaag in Scharlo inderdaad voor het meidenvoetbal. En dat komt eigenlijk puur omdat Quinty Sabayo en Ashley Weerde uit Nederland hier zijn. Dat zijn twee vriendinnetjes van mij. Die zijn pas 20 jaar, spelen in de eredivisie in Nederland, maar ook in Jong Oranje. Die hebben vorig jaar het WK onder 20 in Frankrijk gespeeld. Ze zijn onwijs talentvolle speelsters. En het leek mij gewoon heel erg leuk om ze te connecten met de meiden op Curaçao die je kent. Het vrouwenvoetbal op Curaçao is nog heel erg klein, ondergeschoven kindje. En daar werken mensen heel hard aan. En juist door ze ook een beetje te connecten met die meiden uit Nederland, hoop ik dat ze zoiets hebben van, hé, wacht even, wij mogen er ook zijn, wij kunnen ook iets. Dus dan doen we even iets samen. In het project van Velestiet is het wel ook dat we het echt met jongens ook samen doen. Dat ik het belangrijk vind dat bij jongens en jonge mannen ook tussen de oren duidelijk wordt dat meisjes en vrouwen ook gewoon kunnen sporten en kunnen voetballen. Want stel, ik ben alleen maar met meisjes bezig aan het voetballen. We komen op het pleintje en daar staan jongens en die denken van, leuk dat jullie hier zijn, maar jullie mogen niet meedoen. Dan schieten we niks op. Dus het is heel belangrijk om iedereen te betrekken in het project. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat het een project wordt waarbij we met z'n allen gaan samenwerken. Dus iedereen mag erbij.